Vice-president Ashwin Adin heeft vandaag in het presidentieel paleis geloofsbrieven van 5 niet-residerende ambassadeurs in ontvangst genomen. Het gaat om de ambassadeurs Rafael Quintero Lopez namens Ecuador, Antonio Bernardin namens Italië, José Quin Franco namens Bolivia, Didier Chassot namens de Zwitserse Bondstaat en ambassadeur Mostafa Alei namens Iran. Vice-president Adin vertegenwoordigde president Desi Bouterse, die vanmorgen met een delegatie naar Cuba vertrok. Hij woont daar de ceremonie bij ter gelegenheid van het overlijden van de voormalige Cubaanse president Fidel Castro. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën maakt ook deel uit van de delegatie. Diverse regeringsleiders zullen de ceremonie ter nagedachtenis van El Comandante bijwonen. De Surinaamse delegatie keert woensdag terug